Ja, een goed slot op de deur heeft iedereen wel, maar wat minder snel over na wordt gedacht is sterke beveiliging online. Een vriendelijk sms'je van een zogenoemde verre kennis of een vals betaalverzoek. Slachtoffer worden van de toenemende internetfraude gebeurt sneller dan je verwacht. En ook bedrijven hebben wat bij te leren over hun online kwetsbaarheid. Want ja, better safe than sorry. Het is natuurlijk een andere vorm van criminaliteit. Het resultaat kan hetzelfde zijn, u wordt opgelicht. Maar laten we ons wel weerbaar opstellen. En zo opende burgemeester Bruls het congres Better Safe Than Sorry in het Goffertstadion. Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland organiseerde deze voorlichtingsavond om bedrijven een helpende hand te bieden bij het beveiligen van hun online gegevens. Dat we ook wel in de gaten hebben dat het vaak onwetendheid is, in ieder geval onvoldoende gevoel is dat je je moet beveiligen tegen allerlei zaken die met cybercrime te maken hebben. We hebben natuurlijk Daniel Verlaan net gezien en die geeft eigenlijk op een heel eenvoudige manier weer hoe kwetsbaar je digitaal bent. En ik zag dat natuurlijk wel gebeuren in de zaal, dat een hele hoop mensen een beetje onwennig op de stoel begonnen te schuiven. En die dachten onmiddellijk, als ik morgen terug ben op de zaak, moet ik daar toch even naar kijken. Hey. Wat belangrijk is, voor ondernemers is dat zij thuis, eigenlijk gewoon bij hun gezin, in hun privéleven, net zo goed hun best gaan doen om online veilig te zijn als op werk. Want vaak als je het namelijk thuis doet, dan ga je het ook op werk doen. Je kan niet verwachten van ondernemers of van je werknemers dat zij zeggen van nou weet je wat, ik gebruik thuis maar één wachtwoord, maar voor mijn werk ga ik allemaal goede wachtwoorden en twee certificaties, dat soort dingen. Dat werkt zo niet. Dus ik probeer ze te enthousiasmeren om cybersecurity wat meer te omarmen, in hun privéleven ook. En dat doorvloeit eigenlijk naar hun werk en op die manier wat veiliger te blijven. Ook politie Oost-Nederland droeg een steentje bij door te vertellen over hoe hun cybercrime team slachtoffers kan helpen. Ik heb een stuk gelezen en daar stond de volgende zin in. Uiteindelijk wordt iedereen een keer gehackt. Het is slechts een kwestie van tijd. En ik laat ook in de volgende dia zal zien waarom dat zo is. Er zijn behoorlijk wat voorbeelden genoemd van manieren van beveiligen. En één die we allemaal meteen kunnen toepassen. Een langere wachtwoord, een zin wachtwoord. Want wij treffen best wel nog wel heel vaak aan als we met ondernemers praten, dat ze op het niveau van welkom 01 zitten. Kwetsbaar je bent dat je binnen een no-time gewoon gehackt bent.